Dit is In de Podcast. Zeker is dit In de Podcast, maar wel een bijzondere, even een korte podcast. Het is de week voor de vierdaagse, de week dat heel Nijmegen in rep en roer begint te komen. Waar de politiek alweer uh, ja, met recesses, met vakantie is. En nou ja, dat is ook voor ons de tijd om even ja, wat andere plannen te maken. Dat wil niet zeggen dat je deze zomer helemaal niks van ons hoort, maar Rob is met vakantie. Ik zit hier in een lege studio. Uh, Rob is in Denemarken inmiddels. En uh, ja, ik ga deze uh, zomer aangrijpen om met een aantal mensen eens even terug te blikken op het afgelopen politieke jaar. Zo ga ik praten met Rosalie Thomas van de Stadspartij Nijmegen. Een van de constante factoren binnen de partij, samen met fractievoorzitter Wendy Gutters. Hoe verhoudt zij zich in die fractie tot bijvoorbeeld heel veel nieuwe raadsleden? Helpen zij elkaar? Leren ze elkaar dingen? Wat is haar plek binnen die fractie en wat zijn haar plannen binnen de partij? En ik ga praten met Delano van Luik van het CDA. Hij heeft de afgelopen jaren zijn nu en dan al wel eens waargenomen voor zijn fractievoorzitter Marjolein Meiling. En ik wil eens met hem praten over wat zijn ambities zijn. Hoe kijkt hij naar zijn rol in de Nijmeegse gemeenteraad... Is hij aan het warmlopen voor meer of ziet hij zichzelf nog wel een tijdje in Nijmegen actief zijn? En ik ga praten met Michelle van Doorn, eenmanspartij ODV, maar vroeger nog fractievoorzitter en lijsttrekker voor de Partij voor de Dieren. Wat deed haar besluiten om te vertrekken bij die partij en hoe is haar koers gewijzigd als eenmanspartij van ODV? Allemaal vragen die ik ook aan haar ga voorleggen. Nou, dat zijn in ieder geval gesprekken die gepland staan. Dat wil niet zeggen dat dat alles is. Ik ga hem ook eens verdiepen in wat onderwerpen waar ik al langer mee bezig ben. En daar misschien wat langere verhalen over schrijven. Of misschien ook wel wat podcasts over opnemen. En misschien komen er in dat lijstje van namen ook nog wel wat andere raadsleden voorbij waarvan ik denk: ja, daar zou ik wel weer eens wat van willen horen. Op onze social media blijft het ook niet stil. Je kunt ons op YouTube volgen natuurlijk, sinds we video maken. Dat heb je ongetwijfeld al wel ontdekt. En dan gaan we ook wat korte fragmenten delen van podcasts van het afgelopen jaar. Soms wat spraakmakende quotes. Soms ook wat quotes om weer eens bij stil te staan. Ook wat oude rubrieken terugbladeren, zul je op YouTube voorbij zien komen. Dus abonneer je vooral ook op alle social media kanalen. Zelfs op TikTok zijn we actief voor als je wat jonger bent misschien. Nou, dat allemaal voor de zomer. De eerste raadsvergadering die staat gepland op 21. Nee, 28 augustus. Dan komt de gemeenteraad voor het eerst weer bij elkaar. Dan wordt er ook gesproken bijvoorbeeld over de warmtevisie. Dus er zijn meteen wel weer wat thema's om het politieke jaar weer goed mee van start te gaan. Nou, dat past weer in augustus. Tot die tijd, blijf ons volgen op de sociale media. Schrijf je in voor de mailing als je, die, als je dat nog niet gedaan hebt. Dat kan op indepodcastnl slash mailing. Dan stuur ik je zo nu en dan een uh, bericht met zo, uh, ja, wat onderwerpen waarvan ik denk... Dat die het uh, de moeite waard zijn om te lezen. En tot slot, iemand die zelden op vakantie gaat. En als hij op vakantie gaat, dan blijft hij leveren. Trouwens, die is Vincent Kantrein, onze columnist. Elke vrijdagmiddag om vier uur kun je een column van hem verwachten. Dat allemaal deze zomer, dus op inthepodcast.nl. Ik wens jullie een mooie zomer. Blijf ons volgen. Dit is In e, de Podcast.